We Helpen is een landelijke organisatie die hulpvraag en aanbod op gebied van klussen coördineert met een app die WOP heet. Door de huidige coronacrisis hebben ze samen met Link 050 een toevoeging in de app geplaatst. Hulpaanbieders die bijvoorbeeld boodschappen willen doen voor mensen die thuis moeten blijven, worden door WOP aan elkaar gematcht. Ja, WOP is door We Helpen ontwikkeld. We Helpen bestaat al 8 jaar in Nederland. En we verbinden al 8 jaar mensen aan elkaar. Mensen die een hulpvraag hebben en mensen die hulp willen bieden. Om dat nog sneller mogelijk te maken, nog meer mensen te kunnen matchen, hebben we WAP bedacht. En eigenlijk is het een hele eenvoudige app die je op je telefoon installeert. En daarmee stel je een vraag en die wordt aangeboden aan een dichtstbijzijnde hulpaanbieder in de buurt. En die kan vervolgens zeggen of die wel of niet op de vraag ingaat. Mensen die de WAP hebben gedownload, die kunnen beginnen om iets over zichzelf te vertellen. Door een foto te plaatsen. Een beschrijving van zichzelf te geven. Ik heb hier bijvoorbeeld neergezet dat ik zou kunnen helpen met boodschappen doen of telefonisch contact met mensen in deze tijd. Het is heel belangrijk dat er op veiligheid gelet wordt. En we zien hartstikke veel initiatieven die nu starten. Heel veel mensen die iets willen doen. Maar het is inderdaad een manier om te zorgen dat mensen veilig met elkaar in contact gebracht worden. Maar stel je voor, je wil een vraag stellen aan de WAP, aan andere mensen in de buurt. Dan ga je naar vragen toe en je stelt een nieuwe vraag met 1 druk op de knop. Nou, in dit geval gaat het om een vraag voor mijzelf. En dan zie je dus dat we een rubriek corona hebben aangemaakt. Omdat we daarin een aantal handige trefwoorden hebben neergezet die in deze tijd een beetje conform de richtlijnen van het RIVM op een veilige manier zouden kunnen worden gedaan voor andere mensen. Dus inderdaad boodschappen doen, gezelschap via de telefoon, iets met huisdieren, huiswerkbegeleiding. Nou, wij kijken dagelijks naar welke mensen zich aanbieden. Mensen moeten gegevens invoeren, dus mensen zijn bij ons in die zin bekend. We doen natuurlijk geen screening van mensen, hè. We spreken mensen in die zin niet, maar de gegevens zijn wel bekend bij ons. En we kijken welke soort vragen er gesteld worden, dus we kunnen zien wat voor soort vraag er gesteld wordt. En hierin kunnen we natuurlijk ook blacklisten, dingen verwijderen en de boel in de gaten houden. En vervolgens plaats je eigenlijk de vraag en dan zeg je, wil je hem in jouw locatie hebben of wil je hem op een andere locatie hebben? Nou, als die op jouw profiellocatie is, dan ziet WAP waar jij op dit moment zit. En dan plaats je de vraag. En dan gaat WAP nu zoeken, eigenlijk in de straal van 1 kilometer om mij heen, of er iemand is die mij zou kunnen helpen. En als de match wordt gemaakt, ja, dan kan ik met iemand in contact komen door middel van een chat. Nou, we zien dat er inderdaad heel veel burgerinitiatieven zijn en heel veel mensen die iets willen doen. Facebookgroepen die starten, buurtgenoten die elkaar natuurlijk al via WhatsApp-groepen kennen. Dus wij bieden ook en staan in contact met deze burgerinitiatieven om te zorgen dat ook mensen die iets willen doen in WAP komen, de app downloaden en zorgen dat die bij de vraag komen. We zien dat er heel veel vragen ook bij Wij Groningen binnenkomen. Dus de volgende stap gaat zijn om alle Wij-locaties in de stad Groningen ook op de app aan te sluiten met ondersteuning van Link 050.